Dit wordt weer een oude klassieker waarin ik niks nuttig ga doen. Welkom. Exact een jaar geleden heb ik deze video gemaakt. Fuck school. En ik dacht wel van daar nog een video van te maken, omdat ik dat wel leuk vind. Omdat ik een heel andere mening heb. Want ik heb geen idee wat ik nog in die video heb gezegd. Eigenlijk heb ik geen fucking idee. Dus ja, ik weet het ook niet meer. Ik weet wel nog dat ik dit deed. We gaan daar nu nog niet mee gooien. Eerst mijn laptop eruit halen, want... En mijn oplader. En chips. Dat is belangrijk. Dus nu kan ik de intro doen. Dat zal ik doen. Let's go. Throwback. Fuck school. Hallo. We kunnen beginnen, denk ik. Oké. Ik weet wel nog de... Inderdaad, dat was wel waar, Ali, van vorig jaar. Vorig jaar, wacht, nee, wat de fuck? School is 11 dagen, ja, 2 weken en een half bezig ongeveer. En dat voelt inderdaad als 2 maanden terug. Dat is echt raar. Ja, het zal wel aan mij liggen. Ja. Voor de rest is mijn richting wel leuk. Ja. Ja, voor de rest, ik zal nog eens herhalen. Voor de rest is het wel leuk, op zich. Het is geen ramp, ik wil nog geen zelfmoord plegen. Misschien kan er nog komen, maar tot nu toe wil ik nog geen zelfmoord plegen. Dus ik denk dat dat positief is. Ja. Voor de mensen die afvragen welke richting ik doe, ik zal het even vertellen. Ik doe bezo. Als jullie nog eens willen weten wat in bezo. Ik doe prepress. Dat is zoek op. Ik ga dat niet uitleggen. Nee, grapje. Ja, nee, zoek dat. Nee. Ja, nee, zoek dat gewoon op. Goed, hè? Ja, ik vind het ook goed. Hey, dit is vandaag weer de laatste mooie dag van de mooie zomerdagen. Laatste zomerdagen, hoe noemt je dat? Weet ik veel. Fuck dat. Want morgen en overmorgen gaat het weer kut weer worden. En daar heb ik geen zin in. Dus. Allee, nee, wacht. Ik zeg het keer. Vandaag en morgen gaat het kut weer zijn, denk ik. Ik neem deze video op om de 11e. Ah ja, by the way, ik moet het laten zien. Als jullie een Casio hebben en je wilt weten, is hij nou eigenlijk echt druk? Hier. Daar staat Casio. Hey, shout-out naar meneer Alham van mijn school. Die heeft mij dat geleerd. Brave meneer. Ja, ja, oké. Okay. Maar ik vind een onderwerp. Nee, hey. Ah ja, wat ik ook nog apart... Wacht, wat vond ik ook alweer? Ah ja, nee, dat was niet apart. Ik zit zo op zo'n school. Ik heb daar twee speelplaten. Speelplaten, zo noemt je dat. Ik vind dat een beetje een raar kinderachtig woord. Maar hey, dat maakt niet uit. Ik heb daar twee plaatsen voor de pauze. De pauzeplaats, ik ga het zo noemen. Voilà, nieuw woord, pauzeplaats. En je hebt de pauzeplaat voor de mensen uit de derde, vierde. En dan heb je de pauzeplaats voor de mensen uit de vijfde, zesde en zevende. Als je bezo doet. In zevende, ja. En ja, dat was wel grappig. Want vorig jaar zat ik op de kleine en nu op de grote. En dat is wel vaak. Ik vond dat wel dat ik dat moest mee... Ik ben even een video aan het opnemen. Maar die is direct klaar, Thief. Ik zal even mijn mic mee, oké, okay, jongen? Oké. Maar die is nu eigenlijk aan het opnemen. Maar Thief komt in de video. Views, thumbnail. Feliciteert Thief met zijn playbutton. Wat? Mijn mic aanlaten? Ja, oké. Ja, dan doe ik mijn box iets harder. En nu horen jullie Thief van Thief Games. Nu hoort hij iets te zeggen, maar die doet dat niet. Ja, zeg geen hallo? Oh. Ja. Oh! Ja? Meedoen! Ja, nee, dat moet niet, maar dat mag wel. En Thies, hoe was je week? Leuk. Je was op kamp, toch? Ja, inderdaad, Alex. Mijn stem is ook weg, soms goed. Ja, en hoe was het kamp? Heel leuk. Oké. Okay. Heb je nog iets te zeggen? Nee. Oké, okay. Laat je playbutton eens zien, Thies. Ja. Thies gaat zijn playbutton laten zien. Kijk eens! Wat mooi. Wejo! Ja, glanst. Zoals mijn piemel. Ja, oké. Okay. Ik hoor je niet. Oeh, jij hoort mij niet. Ja. Ik zei die glas was mijn piemel. Maar ik ga hier de video afsluiten. Moet nu al te veel bewerken. Ja. Heeft iets nog iets zeggen tegen mijn kijkers die ik toch niet heb? Nee. Nee, oké. Okay. Ja! Even een like en abonneer. Dag. Joe.